En Esther, hallo. En hier en daar zet ik jullie even op mute. Welkom allemaal. Wat fijn dat jullie erbij zijn vanavond. In plaats van een vroege sadhana hebben we nu een relax momentje met Sunye en de Yoga Nidra. Je hoorde het al, we nemen de meeting op, maar zo dat ik in beeld ben en als jij iets chat of zegt, dan horen we of zien we dat wel, maar we zien jou niet op de video en niet op de opname terug. Ja, nou en als er nog mensen binnenkomen, dan kan dat. Laten we gewoon beginnen. Super fijn om op afstand te kunnen verbinden met jullie. Laten we dat even een moment heel bewust doen. Komt nog iemand? Even kijken. Ja. Laten we dat even bewust doen door met elkaar te ademen. En af te stemmen met jezelf en met elkaar, want dat heb ik wel geleerd het afgelopen jaar. En jullie denk ik ook dat je zelfs door de computer die verbinding kan ervaren. Dus kom even goed zitten en kom even goed zitten en sluit je ogen. En adem een paar keer langzaam en diep in en uit door je neus. En laat die adem in je neus je verbinden met je binnenwereld. Je blik van naar buiten gericht, naar binnen gericht. Door de verbinding met je adem. Je adem als een anker voor je aandacht en je gedachten. Een paar helende, diepe, ontspannende ademrondes naar je buik. En voel langzaam die verbinding tot stand komen met je innerlijke zelf. Met je adem, met je buik. Met de energie in je lichaam en om je heen. En stem dan ook even af met de mensen die hier vanavond bij zijn. Voel de aanwezigheid van iedereen. En in jezelf groet je jezelf dat je de moed en de tijd hebt genomen om hier te zijn. En die groet die stuur ik ook naar jullie allemaal. En zet je handen voor je borst. Adem nog een keer diep in vanuit je buik naar je borst. En weer uit. En dan in voor de Adi mantra. Om Namo Gurudev Namo. Luister daarbij naar je eigen trilling. En laat die trilling de verbinding zijn van ons allemaal. Adem in. Om Namo. Luister naar de echo van de mantra in jezelf en om je heen.
En ontspan je houding en open je ogen als je dat fijn vindt. En nog een keer welkom. Het welkom voelt altijd anders nadat we zijn ingetuned dan daarvoor. Dus ik zeg het graag nog een keertje. En ja, ik ben Jagat Prem, Annemieke. En samen met een paar ontzettend toegewijde sevadars heb ik voor het festival onder andere deze challenge georganiseerd. Om je te verbinden met het thema van het festival Sunye en om je te verbinden met de stilte. En ik kan je verzekeren dat dat voor mij zelf best wel een uitdaging is en was. Ik herinner me nog goed dat in het voorjaar, toen we dus weer dartelend de wei in mochten, wij mochten ook naar Kasteel de Berkt om ons festival voor te bereiden. En toen kwam daar in een prachtig groepsbewustzijn, kwam daar de mantra Sunye als thema naar boven. Nou, daar heb ik wel even op moeten kauwen. En toch, Harmande Paul, Lieselot, die hier ook in de mantra, die de mantra heeft gemaakt voor de challenge, voor het festival. En die zei toen zo mooi van vertrouw erop, vertrouw op de divine timing dat het juiste is. En ze had zo gelijk. En want nu met de winter, het donkere, is het ook ineens veel makkelijker om die verbinding te leggen met de stilte. En dat doen we natuurlijk door goed te luisteren, want dat is Sunye. Deep listening Sunye. En voor vanavond heb ik, ja, omdat ik een workshop geef in en over Yoga Nidra tijdens het festival, heb ik ook een Yoga Nidra voorbereid om je te verbinden met de stilte in jezelf. En ja, vanuit mijn ervaring, wat vind ik dan, waarom vind ik dat nou lastig? Nou ja, ik ben iemand van actie, van doen, van veel praten en dingen neerzetten. En stilte was niet mijn vriend. En ik heb voor de Kundalini Yoga ook nog veel andere yoga gedaan, waarbij het vaak nog veel stiller was. En dat is ook een reden waarom ik de Kundalini Yoga zo ja, heb omarmd. Omdat het eigenlijk altijd tools zijn, gereedschappen aanbiedt, geeft om juist je naar een stiller punt te helpen. En wat is stilte? Is voor iedereen anders. Maar het zijn voor mij wel momenten waarin ik ervaar dat ik verbonden ben. Een diepe verbinding met mezelf, met mensen om me heen, maar vooral met dat grote geheel waar we allemaal onderdeel van zijn. Ja, en dat lost zoveel op. Dat lost op dat ik me niet meer alleen voel. Dat lost op dat ik me niet verbind aan mijn emoties, maar dat ik gewoon echt kan en mag zijn in het hier en nu. Dus ik hoop dat je dat in de challenge, voor zover je nu de mantra hebt gedaan, misschien iedere dag, misschien af en toe, dat je ja, ook misschien antwoorden kan vinden in die stilte. En dat zijn antwoorden waarvan je de vraag misschien niet eens wist, kan ik uit mijn eigen ervaring delen. Ja. En vanuit die stilte, wat is dan eigenlijk het volgende? Ja, het antwoord vinden op een vraag. En ja, terwijl ik dit voorbereidde vanavond, besefte ik me ook dat de stap daarna, en zo gaat het ook in de pauwries van de Japji, Sunye is een pauwrie van de Japji. De volgende stap is eigenlijk befriending your mind. Is het vanuit die stilte kan je ja, met een andere blik naar je eigen mind kijken. Ja, en voor een nog groter begrip van wie je zelf bent ten opzichte van het grote geheel. Nou ben ik, en heb ik wat over mezelf verteld, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie ervaring tot nu toe met de Sunye mantra en met de verbinden met de stilte vanuit diep luisteren. Dus als je ja, misschien een woord of een paar woorden in de chat zou willen zetten daarover, zou ik heel erg leuk vinden om te lezen, nu of misschien later. Ik zeg later, maar tijdens de nidra is dat natuurlijk niet handig. Kijk, waar is mijn chat? Ja.
Dus wat is jouw, ja, wat is je persoonlijke gevoel of verbinding die je hebt ervaren tot nu met de Sunyay mantra? Misschien dacht je wel iets toen je het voor het eerst hoorde en is dat veranderd? Ja. Ja, dit is je eerste sessie. Welkom, Connie. Ja, en Esther, ja. Het is meestal niet stil. Het is meestal inderdaad niet stil. Nee, niet om ons heen en niet in mezelf. Nee. Maar het helpt wel om die gereedschapjes te gebruiken. Ja, en behalve de worstelingen zijn het misschien ook juist die kleine lichtpuntjes die ervoor zorgen dat het af en toe vanuit een worsteling een rust brengt, een opening naar een stukje rust en kalmte in je mind, in je leven. Dankjewel. Ja, mooi. Niet meer zo snel reageren. Ja. Slaap, ontspannender. Ja. Meer rust. Veel gedacht en ook meer rust. Ja, het is heel mooi. Zometeen in de Yoga Nidra word je ook uitgenodigd om de stilte te ervaren tussen je gedachten. En dat is een stilte. Van nu en hier. Want gedachten zijn er nou eenmaal altijd. En het is niet zozeer dat ze minder of meer of meer of minder aanwezig zullen zijn. Het is maar net wat wij ermee doen. Wat je er zelf mee doet. En het ervaren van de stilte tussen je gedachten geeft rust. Ja. Nou, laten we de stilte en de rust gaan ervaren. Ik nodig je van harte uit om de Yoga Nidra mee te doen, liggend of zittend. Liggend is natuurlijk heel relaxed. Maar als je weet dat je snel in slaap valt, dan kan je misschien beter blijven zitten. Want wat we doen, voor wie Yoga Nidra niet kent, Yoga Nidra is een ontspanningsmeditatie, waarbij mijn stem, je luistert naar mijn stem, de hele meditatie, en je maakt daarbij een reis door je lichaam. En die reis gaat van buiten naar binnen. Dus heel erg gericht eerst op de adem en je lichaam. En daarna steeds een dieper laagje naar binnen toe. En je hoeft dus niets te doen. Je hoeft nergens naartoe. Zorg ervoor dat je warm en comfortabel bent. En zet alle bliepjes verder uit van je telefoon of je computer. Na de Yoga Nidra, als je wil blijven liggen, blijf rustig liggen. Ik rond het af en dan nog een paar dingetjes zeggen. Maar zou zeggen, geniet ervan. En als je goed ligt, dan leg je je armen open naast je of op je buik. Schuif je benen iets uit elkaar. Laat je voeten naar buiten vallen. Doe nog even een laatste check of je warm bent en comfortabel. Daarbij leg je je handen, je armen iets open naast je. Je schuift je benen iets uit elkaar. En dan sluit je je ogen. En adem naar je buik. Voel dan als je inademt dat je buik iets omhoog komt. En met het uitademen weer omlaag. En als je inademt, open je de voorkant van je lichaam. En als je uitademt, laat je dieper los.
En voel bewust dat je met de uitademing alle zorgen van de dag loslaat. En stel je nu voor dat je ligt of zit in een warme, knusse en natuurlijke ruimte. Het is een stille ruimte. En laat de geluiden die je nu nog hoort een uitnodiging zijn om dieper in die warme, knusse, stille ruimte te gaan. Voel je ontspannen lichaam op de grond en verbind jezelf diep met de aarde onder je. En wees stil. En fluister tegen jezelf. Laat los. Laat los. Laat los. En vertrouw op de diepe rustpauze in de stilte. En haal nu diep adem in en open je mond zo wijd mogelijk. En hou je mond open. Hou vast. Hou vast. En adem dan uit met een zucht. En laat alle spanning in je lichaam los. En doe dit nog een keer. Haal diep adem in. Doe je mond wijd open. Hou vast. Hou vast. En adem weer uit met een zucht. Laat los en ontspan. En wees stil. En schakel nu over van doelmodus naar zijnmodus. Van actie naar niets doen. Je hoeft alleen maar te zijn. Je hoeft nergens naartoe. Er is niets te doen. En herhaal nu in jezelf, ik blijf wakker en alert. En als je aandacht of je gedachten afdwalen, breng je jezelf steeds weer met liefdevolle aandacht terug naar de oefening. Je kan Yoga Nidra niet verkeerd doen, dus geef je perfectionisme maar op. Luister en ontspan. Als er een specifieke intentie is die je wilt planten, om je te helpen om een gewoonte of een patroon los te laten, en maak dan nu van je intentie een positieve uitspraak, een korte zin, over de diepgevoelde intentie die je wilt laten bloeien. En formuleer dit in de tegenwoordige tijd en alsof het nu plaatsvindt. En herhaal die intentie dan 3 keer in jezelf. En nu maak je een reis door je lichaam. Met je aandacht ga je van lichaamsdeel naar lichaamsdeel wat ik opnoem. En wees je bewust van wat je voelt, maar doe niet te hard je best. Laat je aandacht rustig door je lichaam gaan. Word je bewust van de gewaarwordingen bij het punt tussen je wenkbrauwen. Het kuiltje van je hals. Je rechter schouder. Je rechter elleboog. Je rechter pols.
topje van je rechterduim, topje van je rechterwijsvinger, topje van je rechtermiddelvinger, topje van je rechterringvinger, het topje van je rechterpink, je rechterpols, je rechterelleboog, je rechterschouder en terug naar het kuiltje van je hals. En dan door naar de linkerkant van je lichaam met je linkerschouder, je linkerelleboog, je linkerpols, topje van je linkerduim, topje van je linkerwijsvinger, topje van je linkermiddelvinger, topje van je linkerringvinger, topje van je linkerpink, je linkerpols, je linkerelleboog, je linkerschouder, het kuiltje van je hals, je hartcentrum, rechtertepel, hartcentrum, linkertepel, hartcentrum, je bovenbuik, navel, je rechterheup, je rechterknie, rechterenkel, topje van je rechter grote teen, topje van je rechter tweede teen, topje van je rechter derde teen, topje van je rechter vierde teen en het topje van je rechter kleine teen, je rechter enkel, je rechter knie, je rechterheup, je navel, je linkerheup, je linkerknie, je linkerenkel en het topje van je linkergrote teen, topje van je linker tweede teen, het topje van je linker derde teen, van je linker vierde teen en het topje van je linker kleine teen, je linker enkel, je linker knie, je linker heup en je navel, je bovenbuik, je hartcentrum en terug naar het kuiltje van je hals. En dan breng dan je aandacht naar het punt tussen je wenkbrauw. En laat je aandacht rusten op deze plek. En neem daar de stilte waar. En word je bewust van de adem die door dit punt tussen je wenkbrauwen stroomt. Terwijl je inademt, komt je buik omhoog en de adem komt binnen via het punt tussen je wenkbrauwen. En als je uitademt, komt je buik iets terug
En je adem verlaat je lichaam weer via het punt tussen je wenkbrauwen. Adem in en uit via dit punt tussen je wenkbrauwen. En laat alle spanning in je lichaam oplossen. Volg je adem in en uit. Blijf nu met je aandacht bij het punt tussen je wenkbrauwen, je derde oog. En voel alles in je lichaam, alle sensaties, alle gewaarwordingen. En verwelkom alles wat je voelt, zonder oordeel. En voel je lichaam nu zwaar. Zo zwaar dat het in de vloer zakt. Welk lichaamsdeel is zwaar? Van je tenen tot je kruin. Voel de zwaarte in je hele lichaam. En roep nu een gevoel van lichtheid op in je lichaam, gewichtsloosheid. In alle delen van je lichaam zo licht, alsof je zweeft. En laat nu een gevoel van onrust in je opkomen. Van een ruimte vol geluiden en lawaai. Een gevoel van onrust. Laat nu een gevoel toe van stilte. Een ruimte van rust en volkomen stilte. Adem rustig door. In en uit door je neus. En voel de zachte adembeweging in je buik. En adem als vanzelf. Voel je hele lichaam. Observeer je lichaam zonder oordeel. Verwelkom alles wat je voelt. Breng nu je aandacht weer naar het punt tussen je wenkbrauwen. Blijf diep ontspannen. Je adem is zacht, soepel en ritmisch. Je bent in een veilige ruimte van rust, liefde en diepe stilte. Voel dit. Ervaar dit. Je bent vrij. Luister nu diep naar de volgende affirmaties, de volgende zinnen die ik opnoem. En voel de woorden in je lichaam. Luister goed. En voel elke verklaring in je lichaam. Laat het gevoel vanuit je hart opkomen. Ik ben krachtig. Ik ben liefde. Ik ben licht.
Ik ben stil. Adem diep in en uit via je hart. En breng de stilte naar je hart. Voel de stilte onder je hart. Achter je hart. En in je hart. En breng nu je aandacht naar je gedachten. Ervaar de stilte in je gedachten. Ervaar de stilte achter je gedachten. En tussen je gedachten. Breng nu je aandacht weer bij je adem en volg je adem. En zie waar de adem in je lichaam terechtkomt. En waar je adem ook aankomt, kijk of er een beeld, of een woord of een thema is dat je wordt toegefluisterd. En wat je ook ontvangt, verwelkom het nieuwsgierig en met openheid. Luister diep. Luister met je oren. Luister met je hele lichaam. En luister met iedere cel van je wezen. En nu herhaal je de intentie, de woorden of de korte zin die je hebt gevormd aan het begin van de Yoga Nidra. Herhaal je nu nog 3 keer in jezelf. En stel je voor dat je intentie zich verwezenlijkt, dat het werkelijkheid wordt. En laat het beeld zich verspreiden door je hele lichaam, naar alle kanten om je heen en tot in het oneindige. Kom met je aandacht nu weer bij je adem. Voel de adem in en uit je neus stromen. Je adem is langzaam en vredig. En je mind is ontspannen. Het is stil. Neem nog even de tijd om te ervaren hoe het voelt in je lichaam om stil te zijn. Voel nu je lichaam.
Je lichaam ligt ontspannen op de grond, op je matje. Voel de kleding op je huid. Voel je matje onder je, voel de grond onder je. Voel het gewicht van de deken over je heen. Adem iets dieper en krachtiger in en uit naar je buik. Draai je hoofd. Buig en strek je vingers en je tenen. En rek je uit, je armen boven je hoofd. En als je wilt blijven liggen, blijf je lekker liggen. En anders breng je je knieën naar je borst en rol je een paar keer over de breedte van je rug. En over de lengte van je rug. Voel wat je nog nodig hebt. Rol jezelf dan tot zit. We kunnen zoveel leren. Zoveel lezen. En zoveel theorieën en concepten aanhangen. En leren en toepassen. De antwoorden liggen in jezelf. We nemen de stilte mee in deze avond en volgende week naar het festival, het online festival. En ik hoop jullie daar te zien. We hebben een geweldig programma samengesteld van een programma wat natuurlijk nog veel groter was voor het live festival, of ja, voor het festival op de Berkt. En we hebben er nu een compact en super programma van gemaakt. Voor 5 dagen. Verdieping, verbinding. En ja, voor ieder wat wils, maar ook voor iedereen de mogelijkheid om een keer te snuffelen of met een blissticket jezelf een heel jaar lang te verwennen. En als je die Yoga Nidra fijn vond. Ik geef voor vrouwen vanuit het Rode Tent Initiatief, wat natuurlijk online niet zo zichtbaar is, omdat het niet echt een apart iets is. Maar er zijn 2 workshops vanuit de Rode Tent. En 1 daarvan is die van mij, een goed uitgeruste vrouw. Dus ik hoop je daar te zien of bij een andere workshop of sadhana. Zet je handen voor je borst. Sluit je ogen als je dat fijn vindt. En adem nog een paar keer. Rustig en diep in en uit door je neus. En vanuit de ervaring, de verbinding met de stilte in jezelf, mag je nu die verbinding weer laten groeien met ons allemaal, met iedereen die hier vanavond bij is. Een satnaam als de waarheid in jezelf. En als je op zoek gaat naar de waarheid, dan is er alleen maar jouw eigen waarheid. En die groet je daarmee, met satnaam groet je die waarheid in jezelf. En respecteer je en groet je ook de waarheid in de ander. Adem in. En weer uit. En in voor 3 satnaams vanuit je navelpunt. Satnam.
Enjoy the bliss, enjoy the silence. Dankjewel dat je erbij was. Dankjewel, lieverd. Het is fijn. Dankjewel dat jij erbij was om iedereen binnen te laten en de opname te starten. Super. Dankjewel. Hey, alsjeblieft. Satnam. Satnam.